Elke dag aansluiten in het rijtje en wachten tot je weer een stukje opschuift. In de spits loopt de vertraging bij knooppunt Hooipolder regelmatig op tot een half uur. Hoe lang werken ze er al niet aan? Al jaren. En het blijft. Maar zolang het niet veranderd wordt, zal het zo blijven. Ik denk wel op gaan zitten vreten, maar dat schiet toch niet op? Er zit toch iedereen in? In het verleden zijn er al diverse oplossingen aangedragen. Een ongelijkvloers klaverblad zou ideaal zijn, maar dat vindt de minister te duur. Er ligt nu een compromisvoorstel waarbij rond 2025 een flyover gerealiseerd zou moeten worden voor het verkeer vanuit het knooppunt Zonzeel richting Utrecht. Maar dat gaat de omliggende gemeentes niet ver genoeg. Ellenlange files hier elke ochtend en elke avond. Met name vanuit het knooppunt Zonzeel richting Gorinchem is het elke dag raak. Automobilisten hopen nu met het nieuwe plan van aanpak dat er eindelijk een einde komt aan deze verkeersellende. Ja, ik denk iedereen wel, hè, die er dagelijks overheen moet over deze weg. Voor de weggebruikers maakt het niet uit hoe, maar dat het probleem wordt opgelost. Het liefst zo snel mogelijk. We gaan het meemaken. Ik ga koffie halen.